En de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, de COL, heeft vandaag haar lidbonden geïnformeerd over het gesprek met de regering. Vivien Schattevoo, secretaris-generaal van de COL, geeft aan dat de regering niet heeft kunnen aangeven aan welke punten, die in de brief zijn opgenomen, zij direct bereid zijn te werken. Ze hebben ons nog niets beloofd, niet eens om te zeggen, ik ga dit punt alvast realiseren. Ze hebben geluisterd, de president heeft een brief gestuurd, dat hij feedback heeft gehad met zijn team. En dat hij de punten heeft gehoord. Maar welke eis, of welke van de eisen gaan ze honoreren? Dat is, nee, dat kunnen we nergens blijken. En onze leden, die zijn moe. De lidbonden gaan nu hun ALV oproepen en aanstaande dinsdag een vergadering organiseren waarbij er harde afspraken komen. IBS is onbetaalbaar. Men verdeelt percelen Sabaku Coronenburg. Mensen die niet kunnen kopen krijgen percelen. En mensen die, je hebt kinderen die met ouders wonen, met kleinkinderen, man, iedereen. Je kan geen perceel kopen. Ik bedoel, waarom moeten de assembleeleden eerst een perceel krijgen? Je bent daar om te werken voor de mensen die je daar hebben gezet. Ze dachten we gaan het beter hebben. Help hun eerst. Waarom begin jij te nemen? En dan kan men dat verdedigen. Dat ze ook in aanmerking komen. Nee toch, je moet eerst helpen voordat je jezelf helpt. Ja, we gaan onze leden en onze lidbonden oproepen. Niet om te zeggen regering moet weg. Maar om te zeggen regering je moet luisteren en werken aan de eisen. Dat is wat we gaan doen. We gaan niet voor iets anders. Er moet gewerkt worden aan verbetering van veel dingen. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we op een andere toer. Maar we gaan onze stem laten horen. We gaan op het veld. Schattevoo zegt dat verwacht mag worden dat na dinsdag de COL onderdeel is van het volksprotest. Omdat de landsdienaren niet meer bereid zijn te wachten, nog willen ze langer onder deze omstandigheden werken. De COL heeft ook een brief gestuurd naar Team Organic met de mededeling dat zij fysiek worden ondersteund met hun acties. Het gaat om de punten waarvoor ze streven en niet om politieke redenen, aldus Schattevoo.